Yo boys en girls, zoals jullie zien, heb ik hier de FUT 21 webapp openstaan. Dus we gaan FUT doen. Wat het ook inhoudt, ik sta dus welkom back, it's Dylan, Ken Dylan. Like, dat is mijn gamertag. Let's get started. Welk land gaan we kiezen? Wacht, ik ga het eerst in het Nederlands zetten. Select language. Nederlands, oké. Okay. Hij stond nog niet in Nederlands, oké. Okay. Hij gaat zich nu terug opnieuw instellen, inloggen, oké. Okay. Hij is aan het aanmelden. Welkom terug. We gaan voor de Nederlandse competitie gaan. Kies je startpakket. We hebben Bas Dost. Redelijk decent. Goossens, Lema, Maher, die hebben ook gepakt in FIFA 20. Hoed, Dogan, Grim, Quattro, Olszewski of zoiets, Xu Yang en Marcinho. En de reserve zijn Tunekti, Norman en Heister. De wisselspelers zijn Rai, Zuiderwijk, Dalinga, De Boer, Wouters, Rieder en Uchland. Oké, welke speler gaan we inwisselen? Ik ga voor Grim. Want een doel van. Met wie gaan we wisselen? Nee, komt niet goed. Komt niet goed, joh. We gaan gewoon de spits inwisselen. En met wie gaan we wisselen? Nee, we gaan geen spits inwisselen, joh. Spits in Marcinho? Nee, we gaan geen spits inwisselen. Een centermid? Nee, joh. Een centerverdediger? Nee, joh. Linksmid dan? Wilfried Zaha? Nee, we gaan gewoon de spits, ja. Oké. Nu heb ik de keuze. Ik moet zien voor chemistry. Maar terwijl ik hier geen... Wacht, welke ploeg is die? Ik kan het niet zien. Ik moet hier zien voor chemistry. Het is al geen Duitse competitie, dus ik moet hier voor een Duitse competitie gaan. Ik kan wel voor chemistry. Jadon Sancho. Of Serge Gnabry gaan. Of Bellarabi. Ik ga natuurlijk voor een 87 rechtsmid Jadon Sancho of voor een 85 rechtsmid Gnabry. Ik ga voor de 87 rechtsmid Jadon Sancho. Oké, heeft al een goede link met Bas Dost. Oké, de thuiste nu wordt, of course, Liverpool. Het uiten nu wordt van... Italië, nee. Jawel, Italië. En de badge wordt van Red Bull Leipzig. Ja, we gaan Red Bull Leipzig doen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, fit beginnen. Oké. Okay. Gouden, ja. Omdat ik FIFA 20 heb gespeeld. Oké, okay. Pakketten. We hebben een goudspelerspakket. Laten we hopen dat we iets goed krijgen. Ga erheen. Spelerskeuze item. Spelerskeuze inwisselen. Haaland. Sowieso Haaland. Sowieso Haaland 84. Oké. Okay. Naar mijn club sturen. Naar mijn club sturen. Naar mijn club sturen. Oké, okay, nog eens een pakketjes. Amai, we hebben veel pakketjes. Stadion staat het pakket. Welk stadion krijgen wij? Polen, Tifo. En we krijgen het stadion van Bayern 04 Leverkusen. Nee, ja, we krijgen gewoon alles. Naar mijn clubsuren, naar mijn clubsuren, naar mijn clubsuren. Oké. Okay. Goudspelerspakket. Allemaal gouden spelerspakketten. Wie krijgen we eruit? Torunaringa. Wayne Rooney. Naar mijn clubsuren, naar mijn clubsuren, naar mijn clubsuren, naar mijn clubsuren.
naar de transferlijst. Oké. Ga het spelerspakket. Perin. Goede, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Tak. Jaremchuk van KA Agent. Oké, leuk. Claim je pakket. We gaan het laatste pakketje claimen. Milik van Napoli. Maar ik kan natuurlijk een van mijn oogje achter zitten. Oké. Milik. Naar mijn club sturen. Puki. Bounou. Paulo Oliveira. Simeone. Viergever gaan we naar de club sturen. En naar de actieve selectie. In plaats van... In plaats van doorgaan. Hup. Tak. Hebben we ook iets meer chemistry. Naar mijn club sturen. Naar mijn club sturen. Naar Frans de rest. Oké. Wat hebben we nu? We hebben nu in de club staan. Verbruiksitems. Contracten. Ja, we hebben allemaal goed. Shit, wat doe ik nu? Nee, dat was niet de bedoeling. Helemaal uit mijn club gegaan. Maar ja, terug helemaal in mijn club moet ik gaan. Oké, we zijn terug aan het aanmelden. Niks goed, niks erg. Doorgaan. Oké. Fietsstadion aanpassing. Ja, dat is goed. Doelstelling 50 dagen over, ja. Krijgen we trend. Ja, dat is trend denk ik. Trent, Haaland of João Felix. Allemaal goede spelers, verleedspelers. We gingen naar de club zien. Verbruiksitems hebben wij contracten allemaal, ja. Oké. Spelers. Hebben we Haaland. Haaland kan ik eigenlijk in de spits zetten. Oh ja, ga ik doen. Teams. Actieve selectie. In de spits ga ik. Speler wisselen. Zoeken. Haaland. En hier ga ik nog andere spits zetten. Ja. Kan iets veranderd worden naar mijn club sturen. Heb ik een speler toevoegen. Spits. Ja, Milik. Of... Ja, ik moet één hebben dat heel veel... Ja, Bas Dost heeft wel... Linksmidden ga ik zetten, een Hollander. Ja. Naar mijn club sturen. Tak. Ja, heb ik eigenlijk geen goede spelers. Dus ja, linksmidden, ja. Linksachter heb ik wel een paar gezien, denk ik. Speler toevoegen. Tak. Iago. Ja. Centrale verdediger ga ik... Wacht. Hup, ga ik zo doen. Centraal verdediger. Het centraal staat al goed. Nee, die prijzen gelijk. What the fuck, wat doe ik? Dan mijn club sturen. Speer toevoegen. Kijk achter. Ja, ik ga daar. Nee. Zlevski? Nee. Ja, gewoon die Lorenzo zetten. Linksachter. Wacht. Zou het zo gaan? Nee. Dan heb ik geen goede chemistry. Jawel, hier. Rechtsachter. Milik. Ik heb al betere chemistry. Misschien hier dat ik iets kan aanpassen. ZVM? Nee. Nee. Misschien. Nee, dat is links buiten. Spits. Ja, ik kan hier ook nog. Kan ik zo eens doen. Oké, dat is nu wel moeilijk, hè, wat ik aan het doen ben. Hier in de cv. Pas dan niet achter. Kaartje in de cv. Verbruik niet moet toepassen. Nee. Oké, maar zo komt het er een beetje uit te zien. Nog een cv. Nog eens. De cvm machine kan ik ook nog doen. Oké, maar hij heeft wel weinig chemistry. Oké, maar zo gaat het er een beetje doelman. Ga ik zien of ik een beter doelman heb, een beter Nederlandse doelman.
Nee. Grim is mijn enige nee. Zo kom ik eigenlijk een beetje op chemistry. Kom ik nu op 89 chemistry. 89 beoordeling. Waar ik wel een beetje mee zit, is deze hier. Die hoed. Ja, de viergever een hoed. Al mijn holen, mijn achterlijn is Hollands. Mijn... Wacht, nee, wacht. Ik ga hier iets anders aan doen. Een Hollandse spits. Dat ik die heb. Ja, hier. Dan heb ik toch ietsje meer... Nee, minder chemistry heb ik dan. Ik heb dan minder chemistry naar mijn club sturen. Hup. Ik moet hier nog een speler, snelle speler toevoegen. Hup, uit. Perin. Hup, spits Haaland. Daar had ik nog wel goed. Oké. Deze gaat mijn startersteam zijn voor de eerste 3 dagen. En... Ja, deze wordt een moeilijke video voor het editen. Hernoemen gaan we altijd Dylan. FC. Heb altijd Dylan FC. Is selectienaam gewijzigd. Oké. Okay. En daarmee wil ik eigenlijk de video afsluiten. Klassementen altijd Dylan FC staat. Clubwaarde staat. Nee. Topselectie staat. Ja. Vergelijken, vrienden heb. DJ Svendrich staat natuurlijk hoger in de ranglijst. En ja. Winst uit handel. Heeft Sven al 1400. En misschien komt er ooit eens een video tegen Sven. Eerst zien wat het opgeleverd heeft. Mijn transfers. Actief 3. Oké, aanbieder op transfermarkt. 4, 6,50. 1000. Tak. Aanbieden op Tansenmarkt, 650, 900, 9000, nee, 900. Maar her, 350, 500, tak. Oké, okay. Mijn actieve transfers staan erop, maar her staat erop, Kinoane staat erop en Nolito staat erop. En met deze wil ik graag de video afsluiten. Bedankt aan de mensen die gekeken hebben. En we gaan nog eens naar mijn team gaan. Want daarmee ga ik natuurlijk de eerste Weekend League of de tweede Weekend League proberen te spelen. Ik heb proberen te grinden in mijn livestreams voor Weekend League te kunnen spelen. In FIFA 21. En hopelijk een beter team bij te sprokkelen. Want jullie zien nu Bas Dost, Haaland, Sancho en Maher, die eigenlijk nog standaard in dat zitten. Ik heb zo'n beetje mijn team gebouwd in FUT, de webapp. En ja, wat vinden jullie van mijn team? Het is een 74 beoordeling, 89. Allee, 89 plus 74 berekent maar zelf. Ik ga zo dadelijk iets berekenen. 89, 88 plus 70 is 140, nee, 150. Dus een 173 reden team. 173 reden team. Nee, 163 reden team. 163 reden team. Waarmee ik misschien een paar potjes Division Rivals kan spelen. Een paar potjes Weekend League. Ik hoop dat ik echt elke Weekend League dit jaar kan spelen.
Want ik ben natuurlijk met FIFA 20 op PlayStation vroeg een beetje later begonnen. En als jullie deze video zien, is het is het natuurlijk al FIFA misschien. Komt FIFA 20 of FIFA 21, zal ik maar zeggen, sorry. Komt die uit? Is die misschien al uitgekomen? Want ik moet nog mijn tijd nemen voor dit editen. Misschien, ik neem die natuurlijk op 1 oktober. En bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Reageer. En reageer misschien je username op PlayStation. Dan kan ik tegen jou spelen als je FIFA 21 koopt. En dan, tot dan ben ik je boy. Altijd Dylan. Doei! Yo, boys and girls.